Bedankt dat wij hier aanwezig mogen zijn op jullie 55-jarig jubileum. Allah. Welkom allemaal. Namens de commissie, fijn dat we al met zo'n grote club hier aanwezig zijn om 6 uur. Voor sommigen kan dat best altijd wel even rennen, vliegen zijn op zo'n moment. Maar we hebben al jullie hulp nodig en zoals jullie zien, de grootte, de omvang. Kijk naar deze zaal, kijk naar de andere zaal. Wordt het echt een groot, maar ongelooflijk en onvergetelijk mooi feest. En ik denk dat we als eerste denken een applaus voor onszelf mogen geven, want 55 jaar is natuurlijk niet niks. Als jullie de afgelopen periode hebben gezien en gemerkt, is er ontzettend veel taken te verdelen. En die taken die hebben we verdeeld. We hebben zoveel mogelijk duo's weten te maken, niet bij alle rollen, omdat dat ook niet noodzakelijk is. Dus dat betekent dat je ook gewoon steun hebt aan elkaar. Tot zover zeg maar de gastenlijst, dus we kunnen alles verantwoorden. De teller staat daarmee met onze leden op 590 gasten. Dus dat betekent dat dat inderdaad de bezoekers zullen zijn die hier zullen zijn. Daarnaast, en dat is wat er nog hier achter staat, komen natuurlijk ook nog wat hoogheden en begeleiders. Die staan hier niet bij op, die zijn hier niet in meegenomen. Dus dat betekent dat we eigenlijk ook al een grens van 600 bereikt hebben. Voor de duidelijkheid, de routing. Ze komen daar binnen via, als ik daar de doorgang in kijk, de linkerdeur. Daar komen ze naar binnen toe. Straks zullen we die deur ook openen. Dat betekent dat dat de ingang is. Die deur die wordt zo afgesloten, of is zelfs al afgesloten. De uitsmijter van vanavond, hè? Nou ja, afwerk. Kijk, daar is die. Een van de uitsmijters. Ja. Heb je een deel? Ja, goed bezig? Zeker weten. En heb je al lastige klanten, afgezien van mij, heb je al lastige klanten? Nee. Nee. Dus die sassenbrokers, dat zijn best wel... Zijn heel lieve mensen. Ja? Ja, heel rustig. Oh, wacht maar. Je hoort ze bijna niet. Neem Eddie even in beeld. Dat is de eerste lastige die tegenkomt. Ja, hallo. De rechterdeur is voor instrumenten van kapellen, maar ook voor dansgarders. En ik begreep ook, de jeugdprinses van de Bestevaar wil zich graag kunnen omkleden, kan dus ook in die kleedkamer. Volgens mij hebben we eigenlijk alles, ik schiet er bijna een beetje van vol, we hebben bijna alles geregeld, maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar wees vooral inderdaad gewoon behulpzaam met elkaar, want het is natuurlijk best spannend, zo'n groot feest. Alles komt eruit van zo'n feest. Als je daar staat, dan hoef je niet te kijken. Je moet alleen maar kijken naar het bandje. Ja, we gaan naar de jury, dus de jurytafel. We gaan even vragen wat of die dames of die vanavond de cijfers gaan geven voor de vereniging die langs komt. Vraag hem of ze de bordjes willen laten zien. Hebben jullie de bordjes bij jullie van wat voor nummers dat er gegeven worden die vanavond voor de vereniging? Maar wat jureren ze dan? Kleding, schoenen, matten? Waar kijken jullie op kleding? Uiterlijk en wasbordjes. Nee, ik heb... En denk dan, dit is een hele serieuze job.
kop, ja. Hè? Zelfs Batsen mag hem niet doen. Trouwens, waar is die? Ja, dat weet ik niet. Ja. Gaat de accu te worden. Dan. Ja. Een geweldige feestavond. Ja, natuurlijk een hele grote organisatie gehad. Klopt. Wat is jouw aandeel daarin? Wat was jouw aandeel erin? Ja, ik heb sinds ik voorzitter ben geworden van deze fantastische vereniging, kwam je ook automatisch in de 55 jaar commissie. Dus en ik ben nu 2,5 jaar voorzitter, dus ik ben ook 2,5 jaar zit ik in deze commissie. Is een boel geregeld? Enorm. Een hele volle zaal. Heb je een inschatting hoeveel mensen af te zijn? Wij hebben via Flexticket hebben we een inzicht hoeveel mensen er zijn. Er zijn 600 mensen aanwezig. 600 mensen, dat moet je even horen. 600 mensen. 600. Dit schat van het is wat hoor. En dan heb je allemaal mooie artiesten. Maar de topper die moet nog komen. Hè? Ja, die komt nog. Die heeft nu nog een ander feestje, maar hij komt het hier geweldig afsluiten. Ronnie Ruizendaal. Hoe laat komt hij? Hij komt rond 20 over 11, 22 over 11 zo'n beetje. Carnavalstijd. Absoluut. Jan, ik moet je toch even complimenteren. Met de minuut stilte die jij gepakt hebt voor onze Carla, was nou echt, het was kippenvel moment. Iedereen die schopte elkaar tegen de enkels aan dat ze de bek moesten houden. Dus ja, hoe hebben jullie dat ervaren op podium om dat zo te zien? Ja, dat was indrukwekkend. We hebben natuurlijk gisteren afscheid moeten nemen in de rouwdienst. Maar dat was wel erg indrukwekkend. En ja, dit was ook, ja, we krijgen weer kippenvel van. Carla heeft veel betekend voor de Oele Wappers, voor de Oele Sisters. Ze was zeer betrokken bij de vereniging, actief, veel ideeën. Er zijn ook nog ideeën die leven nu voort in dit feest. En daar zijn we enorm trots op. Ik vond het heel mooi, want ik heb Ruud hier alweer rond zien lopen. Klopt. Geweldig. Klopt. Na deze geweldige avond, wat wordt het dan? Ik kan me zoiets voorstellen, een zwart gat wordt het niet. Maar ik denk wel dat het een avond is om nooit te vergeten, maar dat je morgen helemaal... Ja. Nou, we komen niet in een zwart gat, hebben we gezegd. We komen in een blauw gat. Een blauw-wit gat. Maar goed, er is nog zoveel meer te doen dan alleen dit feest. We hebben dit met elkaar gedaan. Ja, het is grandioos. Echt super. Ja, het was een mooie avond. Ik heb van iedereen alleen maar leuke dingen gehoord. Dus ja... Super. We gaan nog even naar binnen. We gaan er nog even een heel mooi feest van maken. Jan, trots. Ja, als dit kun je niet wezen, denk ik. Iedereen die heeft zijn steentje bijgedragen. Absoluut. Dus ja, alle voorzitter van een mooie vereniging. Alle Oelewappers hadden op de juiste plek staan. Dus ja, ik ben super. Super trots. Mooi. We gaan er nog even een paar voor de microfoon halen. En dan hoor je het vanzelf wel weer op Funnaby. Wat Gert er in elkaar gaat zetten. Hey, Jan, bedankt. En geniet ook voor 55 jaar bij ons. Gaan wij ook doen. Dankjewel. Ronald. Ja. Ik mag Ronald zeggen toch, hè? Uiteraard, okay. Uiteraard. Ik kan alleen maar zeggen, een topavond. Fantastisch, hè? Fantastisch. Eerlijk waar,
grandioze artiest, volle zaal. Maar wat ik ook eigenlijk even wil weten, ben jij ook bij de middag geweest? Ja, de middag hebben de hoogheden uit Sassendonk, die aangesloten zijn bij het GCO. Dus ook uit Hattem, de Kladdengatters, die zijn om 4 uur aan tafel gegaan tijdens het hoogheden-diner. Het hoogheden-diner bestond uit 4 gangen, dus ze kregen echt een luxe diner aan tafel geserveerd. Ja, en tussen de gangen door, zoals eigenlijk ook een officieel staatsbanket is, hebben ze dus de gelegenheid gekregen om onze hoogheden een woordje tot elkaar te richten. En dat was zeer geslaagd. Wat stond er op het menu? Nou, ik heb niet alles gezien. De kinderen zeiden af en toe, oh dit. Maar uiteindelijk hebben we daar nog een aantal zakken patat voor gehaald. Want daar had de keuken het te druk voor. Maar het was wel een hoogstaand menu. Absoluut. Hoogstaand. Ja, zeker. Nou, heb ik gehoord dat jullie via iets konden kijken op een schermpje, dat jullie 600 mensen binnen hadden. Klopt. Was dat verwacht of hadden jullie zoiets van, jeetje? Nee, wij hadden, weet je, je begint uiteindelijk met zo'n ticketverkoop waarin je van tevoren bedenkt van, gaan we dit doen of niet, is het nodig? Ja, het is nodig, want we horen her en der, die willen komen. Dus dan hebben wij uiteindelijk de tickets beschikbaar gesteld en hebben we op een gegeven moment nog een moment moeten plussen. Daarnaast hadden we nog vele mensen op onze gastenlijst staan, zoals de kapellen die nu aan het optreden zijn. Onze eigen vereniging natuurlijk. Ja, en toen hebben we op een gegeven moment echt moeten zeggen, we zijn uitverkocht. En toen zaten we al net iets boven de 600, dus toen hebben we echt gezegd, nu is het klaar. Ja. Dus ja, jammer dat we Sassendonkers teleur hebben moeten stellen. Maar ja, het kan echt niet. We moeten echt aan onze veiligheidsmaatregelen ook denken van hier. En wat kunnen we zelf als vereniging en als wijenbelt aan? En dat is dan dit de max en een geslaagd feest als resultaat. Oh, ik denk het wel, hè. Maar ja, goed, wij zorgen er dan weer voor dat de mensen die niet konden komen, alles kunnen meemaken met de films, met de fantastisch. Foto's. En daarom zijn we jullie ook dankbaar dat jullie inderdaad hier bij ons zijn om hier een reportage van te maken. Echt enorm veel dank. Ja, nou ja, goed. Wij proberen altijd op de feesten van Sassendonk natuurlijk alles te verslaan. Maar dit was voor ons natuurlijk iets moois. 55 jaar hoelewappers. Dat maak je niet meer voorlopig mee. Helemaal niet met zo'n feest. Fantastisch. En het mooiste moet nog komen, hè? Ja, ja, zeker. Ik heb begrepen, zo rond de klok van 10 voor 11, dan is hij in de house. Hier werkelijk achter. We hebben een mooi bordje op de achterdeur gedaan, artiesteengang. En dan verwachten we niemand minder dan Ronnie Ruisdaal. Hij heeft er ontzettend veel zin in. En om 23:22 zal hij het podium opkomen. Nou, dat is geweldig. We moeten even in de gaten houden, want het is een druk bezet man. Ik hoorde, ik heb maar 5 minuten. Precies. Die zijn eigenlijk al om. Holland, ik wil je ontzettend bedanken. Graag gedaan. En ik hoop dat jullie een geslaagde avond verder mogen hebben. En morgen niet te veel hoofdpijn. Valt mee. Op dit moment hou ik het nog steeds met de Rivella's om een beetje de kop erbij te houden. Maar zometeen een biertje. Oké. Okay, zeker. Hey, dank jullie wel. En nog heel veel plezier. Yes, Sassendonk ook bedankt, hè. Yo. Jongen. Het is hier ook al zo'n feest. Kijk, hier zijn we weer bij de keuken. Maar Gert, wat een feest, hè? Je hebt hier nou happy hour. Ronnie Ruisdaal. Ja, nee, hij net om iemand de zadel te kop kan krijgen. Helemaal, compleet, hè? Jongen. Dit is niet een puitien. En die ziet er al lang, hoor. Ja. Nou ja, nee, maar dat gebeurt ook, hè. Op een avond heeft weer zo iemand een snippetje op. Kan goed, maar dat kan ook. Ja, het is alweer laat op de avond. Ja. Wie bent nuchter? Batsen spoorloos. De geluidsman spoorloos. Ja. Randy nog steeds in de zaal aan het filmen. Randy gaat aan het werk. Jongen, ik... Weer dragen in de clubje maar weer. Het was mooi. Van de rust. Ik heb hier een paar peuties. Oh, ik ga met de peuties omhoog. Ik krijg je Polonaise muziek. Nee, kom maar, wie gaan, hè? Yep.